Hallo mensen van Coach, welkom bij deze eerste, ja, welkom bij de allereerste video op dit kanaal. De achtergrond gameplay die ik jullie even laat zien is van Battlefield 4. Daar heb ik even een paar mooie clips uitgepakt. We hebben de helikopterclip die jullie dadelijk zien natuurlijk. En de sniperclip die komt er ook aan. Ik heb er een paar natuurlijk mooie kills bij gehaald. Maar wat ik vandaag even mee ga beginnen is... wat ik eigenlijk op dit kanaal doe, de kanaaltrailer die komt nog. Daar ben ik ook mee bezig. Maar wat ik vooral op dit kanaal ga doen is... gamen, vloggen, challenges, andere dingen. Ja, zeg maar wat kijkers natuurlijk leuk vinden om te zien. Maar het wordt wel een beetje hoofdgebaseerd op games vooral. En... af en toe een keer vloggen, dus dan kun je misschien rekenen 1 keer in de maand of 1 keer in de of 2 keer in de maand en misschien 2 challenges in de maand. Dan moeten we even allemaal kijken hoe het allemaal loopt. Mijn naam is Wesley nogmaals en het naam Crootje komt eigenlijk van mijn bijnaam. Ik heet Croot met mijn achternaam en Crootje is mijn bijnaam. Ik dacht het is wel een leuke originele naam. Ik heb zelf met YouTube al iets meer dan 2 jaar ervaring. Dus ja, ik weet natuurlijk wel grotendeels hoe alles moet, natuurlijk niet alles. Maar de reden waarom dat ik eigenlijk helemaal opnieuw ben begonnen met een nieuw kanaal is omdat ik nu Sony Vegas heb. Het heeft heel lang geduurd voordat ik die eindelijk kon krijgen. Ja, ik heb hem zeg maar via gratis versie gekregen. Van een YouTube, zeg maar vriend van mij, Mark Wierda. In ieder geval, als hij deze video kijkt, super bedankt voor het meehelpen in ieder geval. En ik heb een opneemprogramma, dat is OBS. Dat kennen jullie vast wel. En ja, ik vind het op zich best een chill programma mee op te nemen. Je hebt gewoon goede kwaliteit en het is niet al te moeilijk als je een beetje snapt wat je moet gaan doen. Dus ja, daar neem ik mee op. Ik edit dus met Sony Vegas. Editprogramma waar anderen ook met editen, vooral grote YouTubers net als Crabblecop, Jelly, PewDiePie, noem maar op, weet ik veel. Ik probeer hem natuurlijk niet na te apen, want ja, dat is natuurlijk niet leuk als je andere YouTubers gaat imiteren. Dus ik probeer wel natuurlijk een beetje mijn eigen stijl aan te houden. En de verdere gameplays. Ik ga met Ricardo, een vriend van mij, ga ik ook video's opnemen. Dus die zit hier dan naast me, zeg maar, hier een beetje in dit beeld. En ja, hij gaat dan ook gamen. Hij is niet zo heel goed op de computer, want hij speelt op de PlayStation 3. En ja, dat is natuurlijk wel veel anders op de computer. Verdere nieuws van het kanaal. Ja, alles is nieuw. Er is niks oud of zo, alles is nieuw. En de kijkers van mijn vorige kanaal, Red Weagle. Ja, ik hoop natuurlijk dat die dit kanaal ook heel leuk gaan vinden, want mijn vorige kanaal, Red Weagle heet het dus, ga ik helemaal laten vallen. Of dat heb ik eigenlijk al helemaal laten vallen als jullie deze video zien. En ja, ik laat misschien een paar video's staan, maar de meeste die verwijder ik wel allemaal. Dus echt dat het lijkt alsof ik helemaal niks heb gedaan. Ja, verder komen er natuurlijk nog andere video's aan. Ik ga GTA 5 opnemen. Ik ga misschien World of Tanks opnemen als jullie dat leuk vinden. Op mijn vorige kanaal werd het niet heel vaak bekeken. Maar het ligt er natuurlijk aan wat jullie willen zien. Ja, we hebben nog meer. We hebben natuurlijk Agario waar je online kunt doen. We hebben Happy Wheels. Battlefield 4 dus. En volgend jaar komen natuurlijk nog allemaal weer nieuwe spellen uit. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk gaan vinden. Ik laat de rest even zien van de gameplay. En de volgende video's krijgen jullie gewoon een full commentary video. Maar ik hoop nogmaals dat jullie deze video leuk vonden. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. Zet in de reacties wat je ervan vond. En natuurlijk wat jullie willen zien op dit kanaal. En misschien tips, tricks, weet ik veel. Eigenlijk wat je maar wilt. En nogmaals bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk op het kanaal. Kroetje. En ik zie jullie de volgende keer. Adieu.